Nou ja, ik zou er persoonlijk echt niet van gediend zijn als iemand zo in mijn haar zou zitten. Dat is best intiem, dus dat moet je gewoon niet doen. Dus wat moeten we dan aan met Juncker? Kan hij gewoon rustig doorfunctioneren? Of moet die man eens een keertje tot orde worden geroepen door iemand? Nou ja, kijk, hij zit aan het eind van zijn periode. Ik vind echt bij dit soort dingen moeten mensen ook zelf aangeven waar de grenzen liggen. Ik weet niet precies in welke verhouding zij tot elkaar staan. En in het algemeen gedraag je gewoon. Maar het is toch moeilijk, hè? Hij is haar baas. Hij is bovendien de baas van Europa. Wat zeg je dan tegen zo iemand? Ja, nee, maar goed, dat moet u. Uiteindelijk is alles met iedereen bespreekbaar te maken. Ook met de voorzitter van de Europese Commissie. En dat zou in dit geval misschien een goed idee zijn? Ja, ik hoop dat dat wel gebeurt, ja.